Hoi, hoi, daar ben ik weer, jouw saloncoach om jou te motiveren om juist datgene te doen wat je soms wel eens liever voor je uitschuift. Want we zijn vooral fijn bezig met het creatieve deel van ons vak, maar helaas hebben we ook administratieve plichten. En die vinden we wat minder leuk om te doen. Maar ja, het is natuurlijk wel noodzakelijk, zeker als je inzicht wilt hebben over jouw cijfertjes. Het eerste kwartaal is voorbij en kijk eens wat jij in die drie maanden gedaan hebt. Kijk eens wat jouw inkomsten zijn geweest in de maand januari. Februari en in de maand maart. En wat hebben die drie maanden samen bij elkaar gedaan? En leg dat gewoon eens neer naast de maanden januari, februari en maart van vorig jaar. Zie jij hier en dan een stijgende lijn? Dan geeft dat natuurlijk een enorme kick. En als dat zo is, dan heb jij je ondernemersdrift te pakken, want dit is waar natuurlijk zaken doen om gaat. Nou, pak de touwtjes in eigen handen en kijk dan naar aankomende maand, de maand april. En let eens even op, want wat heb je nou vorig jaar gedaan? En als je dat dan weet, dan is het nou de uitdaging om deze maand april daar natuurlijk lekker bovenuit te komen. Nou, en als je dat gaat doen, dan ben je eigenlijk op een hele andere manier bezig met jouw onderneming. Want dan ga je namelijk denken in acties. Welke acties kan ik uit gaan zetten om natuurlijk die omzet te gaan verhogen? En dan... Zul je zien dat de echte bij jou ook geboren is. Meten is weten, dus de opdracht van deze week is: kijk eens eventjes hoe jij ervoor staat en vanaf dat moment maak jij je plan voor aankomende maand in de cijfertjes. Stiekem toch wel leuk. Succes!